In deze video kun je zien hoe je jouw Ring Spotlight Cam Battery kunt installeren. Laten we eens kijken naar de onderdelen van jouw Spotlight Cam Battery. Hier zit de camera, de luidspreker, de schijnwerpers, de bewegingssensor, de montageplaat en de montagebeugel. Dit is de verwisselbare accu. Je Spotlight Cam heeft er maar eentje nodig, maar je kunt een tweede accu toevoegen om de levensduur te verlengen en te voorkomen dat de Spotlight Cam uitstaat tijdens het opladen. Laat de accu volledig op voor de installatie. Sluit de oplaadkabel aan op de accu. Tijdens het opladen brandt zowel het rode als het groene lichtje. Zodra alleen het groene lichtje brandt, is de accu opgeladen. Schuif de accu nu terug in het compartiment. Je voelt een klik zodra de accu stevig vastzit. Sluit dan het klepje van de accu. Hier is wat druk voor nodig. Je hoort vanzelf een klik bij het sluiten, waardoor je weet dat het goed dicht zit. Open de Ring-app op je mobiele telefoon en ga naar Setup Device. Kies Security Cams en selecteer Spotlight Cam Battery. Volg daarna de instructie in de app om de installatie te voltooien. Zodra je klaar bent met de installatie in de Ring-app, kan het zijn dat je Spotlight Cam wit begint te knipperen en zegt dat hij aan het updaten is. Wacht in dit geval tot de knipper is gestopt voordat je de Spotlight Cam installeert. Selecteer nadat de installatie is voltooid jouw Spotlight Cam in de Ring-app. Ga naar Live View om live beelden van jouw Spotlight Cam te zien. Als alles er goed uitziet, kun je naar buiten gaan om de locatie te installeren. Geef de app een minuutje de tijd om weer verbinding te maken. Ga dan opnieuw naar Live View om opnieuw de live beelden van jouw Spotlight Cam te bekijken. Als de videokwaliteit er nog steeds naar wens uitziet, kun je jouw Spotlight Cam installeren op de gewenste locatie. Indien er problemen zijn met de videokwaliteit op de huidige locatie, kijk dan of je een geschikte locatie voor installatie kan vinden die zich dichter bij je router bevindt. Je kunt ook je wifi-signaal versterken met een Ring Chime Pro. De optimale hoogte om de Spotlight Cam te installeren is ongeveer 3 meter boven de grond. Op deze hoogte is de Spotlight Cam met de bewegingsdetector parallel aan de grond optimaal in staat om objecten van menselijk formaat te detecteren tot op wel 10 meter afstand. Door de richting van de montageplaat te veranderen, kan de Spotlight Cam makkelijk op een muur of een dakrand worden gemonteerd. Open hiervoor eerst het klepje van de accu door op de knop aan de achterkant te drukken. Verwijder daarna de beveiligingsschroef en de weerbestendige sluiting. Druk vervolgens op de ontgrendelingsknop en schuif de montageplaat naar buiten. Voor montage op de muur plaats je de montageplaat met de bal naar beneden gericht. Voor montage op een dakrand plaats je de montageplaat met de bal naar boven gericht. Sluit daarna het klepje van de accu tot je een klik hoort. Plaats de weerbestendige sluiting terug en draai de beveiligingsschroef vast om de plaat op zijn plek te vergrendelen. Zodra je de montagepositie hebt gekozen, kun je de schroefgaten markeren met behulp van de beugel als schabloon. Als je jouw Spotlight Cam op een gemetseld oppervlak monteert, zoals stukwerk of baksteen, gebruik dan de meegeleverde boor om de gaten te boren. Plaats daarna de meegeleverde muurankers. Wil je het op een houten oppervlak installeren? Dan kun je de montageschroeven rechtstreeks in de muur schroeven. Zet je Spotlight Cam in de beugel en richt hem in de gewenste richting. Zodra je tevreden bent met de positie, draai je de schroef aan de zijkant van de beugel vast om de positie te vergrendelen. Je Spotlight Cam Battery is nu klaar voor gebruik. Voor extra hulp kun je terecht op ring.com/help.